Voor de stap naar 5G gaan de mensen niet voor de uitdaging staan om opnieuw al hun devices te moeten vernieuwen. Dit is dan een volgende stap in een consumptiemaatschappij zetten. Gaat het niet nog meer druk leggen op de beschikbaarheid van elektrocomponenten, zoals chips, waar nu al een groot tekort aan is? Is waarschijnlijk een beetje een politieke vraag. Ja, interessante vraag. Wel, Ja, ik Pieter. denk aan de vraag naar nieuwe devices, chips enzovoort, sluit een beetje aan bij wat ik gezegd heb, dat we echt moeten de principes van de circulaire economie gaan toepassen in deze nieuwe technologieën. Dus de tijd is voorbij, inderdaad, dat we een grote afvalberg maken met al onze smartphones die we elk jaar of om de 2 jaar gaan vervangen. We moeten daar op een andere manier over nadenken. En daar zal 5G rekening moeten mee houden en straks ook 6G. Dus daar, ik begrijp waar de vraag vandaan komt. Ik denk dat dat een legitieme vraag is, maar dat we daar wel moeten rekening mee houden. En misschien moeten we daar kaders voor creëren, zodanig dat we dat effectief wel kunnen sturen, zodanig dat we niet zitten met die neveneffecten. Dat zou mijn onmiddellijk antwoord zijn zonder meer. Maar misschien hebben opnieuw de collega's technische oplossingen voor Sophie, die ik zag vraag. jou nogal hevig knikken daarnet. Want ik denk eigenlijk, het is niet omdat 5G er komt, dat 2G daarom al geschiedenis is. Hè. 2G is nog altijd een zeer goed netwerk dat nog door heel veel toepassingen wordt gebruikt en waarschijnlijk nog een hele tijd actief gaat worden. Dus het is ook niet omdat 5G en 6G er komen, dat 2G en 4G, ik ben met Wout eens, 3G was een iets zwakkere variant. Want zoals ik al zei, de evenstandaarden zijn eigenlijk altijd de goede, historisch gezien. Maar ja, het is dus niet omdat je vernieuwt en je netwerk 4G is in 2010 uitgerold, we zijn 10 jaar verder. We hebben zoveel betere chips, technologie. Waarom zouden we dat willen tegenhouden? En het is niet omdat je die nieuwe technologieën en die nieuwe toepassingen mogelijk maakt, dat oude toestellen daarom meteen niet meer gaan werken of niet meer bruikbaar zouden zijn. Ik denk dat we inderdaad manieren moeten vinden om alles samen te kunnen gebruiken, maar dat is ook zo. Dat is ook helemaal geen reden waarom dat door 5G, 4G of 2G niet meer mogelijk gaat zijn.